Hey, welkom bij weer een nieuw filmpje op ons YouTube kanaal van PlayToday. Mijn naam is Jelle. Ik heb vandaag een hele kleine review voor jullie, namelijk de Lego Creator Clown, sinds kort in onze winkel te krijgen. Ik ga hem eerst bouwen, daar gaan we. Er zit nog meer in dan ik dacht. Nou, dat is hem alweer. Hij zat vrij rap in elkaar. Niet zo heel vreemd met een klein bouwzakje natuurlijk. Wat opvalt zijn de kleuren. Ik denk dat alle mogelijke Lego kleuren die er bestaan wel verwerkt zitten in deze clown. Dus dat is wel gaaf. Haar is heel leuk gedaan. Dat zijn ijsbolletjes in 3 verschillende kleuren. Dus dan heb je echt het idee van een soort kleurrijke clownspruik. Ze hebben een worstelement gebruikt als glimlach. Dat is heel leuk. Heeft ook een ballonnetje in zijn hand. Het allergrappigste vind ik zelf de clownschoenen. Die zijn heel grappig gemaakt. Je krijgt echt het idee van die hele grote overdreven clownschoenen. Dus dat is top. Nou, is super leuk natuurlijk als je iets te vieren hebt of als een klein verjaardagscadeautje. Nou, Lego heeft in de loop der jaren wel meerdere clowns in Lego vorm uitgebracht. Zoals deze set uit 1965. Nou, je ziet wel wat verschillen. Dit is toch wel een stuk simpeler. Maar ja, Lego stond nog in de kinderschoenen. Dan gaan we nu door naar de volgende Lego set waar een clown in zit. Het is een Duplo set met een Cannonball kanonskogel clown uit 1989. Okay, en het jaar daarna alweer kwam er weer van Lego Duplo een set uit met een clown erin. Een soort hele simpele circustrein met 2 clowntjes en wat dieren. Ziet er ook wel super kleurrijk uit. En ook in 1990 zijn wel heel veel clowns in een hele korte tijd. Een klein bouwzakje van Duplo met een clownauto. En dan maken we weer een sprong naar 1999. Niet echt een popje dit keer, maar meer een fotootje van een clown en dan op een soort treinwagonnetje gedrukt. En dan maken we nu weer een stap voorwaarts naar 2010 met een heel tof Lego minifiguurtje van een clown. En je ziet echt al dat er steeds meer detail ook in de poppetjes terugkomt rond die tijd. Dan in 2011 weer een klein minifiguurtje van een clown, dit keer wat kortere beentjes. En dan in 2013 weer een nieuwe Duplo set met een clown. Dit vind ik tot nu toe zelf de leukste, met een kleine jeep, een aanhanger en een giraf. En in 2014 kwam deze clown uit. Dat is wel een bijzondere. Dit is Krusty de clown van de animatieserie The Simpsons. Misschien kennen jullie die wel. En dan in 2019 de laatste op ons lijstje, de Brickheads clown. Hij is wel wat dingetjes weg van de clown die we net in elkaar hebben gezet. Zoals het ballonnetje bijvoorbeeld. En zijn neus is hetzelfde elementje. Ik vind hem er ook heel kleurrijk uitzien. En hij doet zeker niet onder voor de Creator clown die we zojuist hebben gebouwd. Nou, zoals je ziet zijn er in de loop der jaren wel heel veel clowns verschenen in Lego of Duplo vorm. Ik ben zelf wel heel benieuwd welke jullie het leukst vinden. Ik zelf denk ik deze. Laat het ons even weten in de comments hier onder deze video. En voor nu natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken en tot snel. Groetjes!